Yo, kijkers van Online Games. En welkom bij de allereerste aflevering van de FIFA World Cup Russia 2018 voorbereidingen. Van ja, van alle pools, een beetje meer informatie omgeven. Dit is de allereerste aflevering van de FIFA World Cup Russia. Ja, pool A zit Rusland, Saoedi-Arabië, Egypte en Uruguay. Daarmee ga ik jullie natuurlijk wat informatie geven over het voetbalwereld van hun elftal. Niet zo gezegd over het land zelf, maar ja, echt over die elftals. Dus dat komt helemaal goed. Van pool A tot pool H, als het goed is. Ik ga het allemaal doen. En vandaag is de eerste officiële aflevering van deze serie. Ja, serie. Het is weer voorbereidingen, zeg maar. Zoals je ziet heb ik een mooie achtergrond voor jullie er neergezet. Het is heel erg mooi, tof. Wie oh wie pakt de prijs? Wie wordt de wereldkampioen? Het kunnen 32 landen zijn van het wereldkampioenschap voetbal 2018 in Rusland. Maar zullen we beginnen met het gastland Rusland? Ja, wat weten we er eigenlijk van Rusland? Dat gaan we nu eens mooi voor jullie laten zien. Ja, ik heb hier wat elftals hier neergezet. We beginnen met Rusland. Dat is Egyptisch. Ik moet het Russisch voetbal elftal. Het Russisch voetbal is een team van voetballers dat Rusland vertegenwoordigd wordt. In internationaal was van 1923 tot 1992 kwamen Russische voetballers uit voor het eerste voetbal elftal van de Sovjet-Unie. Op het EK voetbal van 1992. Was het land actief als deel van het gemeenebest van onder staten. Het grootste zag tot op heden in het uitreik van de halffinale op het EK 2008. Ja, Rusland, gasland. Rusland is ook de grootste land ter wereld. We gaan eens hier kijken. We staan op de 64ste op de ranglijst. De hoogste ranking was de derde. Was in april, mei 1996 en de laagste was 40. Waarom staat hier 40 en hier 64? Was die samen 1998? Ja, de bronskoers is instantie van Chefchovsov. Ja, ik kan hem niet zo goed uitspreken, maar hij is dus de bronskoers is het stadion. Meeste interlands is Sergei Ignatievici, 120 wedstrijden en het topscore is Alexandro Kershakov. Hij heeft dus 30 doelpunten. De eerste interland van Rusland was tegen Finland in 1912. Oh jezus. 30 juni 1912. De grootste overwinning was tegen Liechtenstein. Hadden ze gewonnen met 7-0. Dat was in 8 september 2015. Nou. De grootste nederlaag, dat was tegen Duitsland met 16-0, maar dat is weer heel lang, was 1 juli 1912. Nou. Ze zijn 3 keer op een wereldkampioen. Is het dus de derde keer dat Rusland op het wereldkampioenschap? Nou, Rusland heeft zich niet gekwalificeerd. Zij zijn het gasland. Dus dat komt goed. De eerste keer was in 1996. Oh nee, wacht, 1994, sorry, dit was Europees. En beste resultaat was eerst rond 1994, 2002 en 2014. Optredens, oh, het is Europees kampioen. We moeten eens even hier, kijk. Hier wereldkampioenschap voetbaloverzicht. Het wereldkampioenschap. 1994 zijn ze in de groepsfase. 1998 werden ze niet gekwalificeerd. In 2002 groepsfase, 2006 niet gekwalificeerd, 2010 ook niet gekwalificeerd. Pas in 2014 wel en in 2018 zijn ze gekwalificeerd, want zij zijn het gastland. Ze zijn alleen tot aan de groepsfase, zijn dus elke keer in de groepsfase zijn ze niet doorheen gebracht. Maar ik ben benieuwd hoe dat nu wel gaat lukken. Wat is dit? Bijgewerkt tot bondscoaches. Oh, dit zijn de trainers.
Ja, dat is hij op 31 augustus 2016. Ja. Dit zijn alle rangs van de laatste paar jaar, van 1993 tot 2017. Zijn zelfs op de 64ste plek. Dus Rusland is niet echt een voetballand, moet ik zeggen. Nou, behalve op het EK. Ja, maar EK 1996, 2000 niet gekwalificeerd. In 2008 waren ze het beste, halve finale. Maar goed, we hebben dus een Russisch elftal gehad van Rusland. We gaan nu naar Saoedi-Arabië. Ik kan dat elftal niet zo heel goed. Kijk, FIFA ranglijst 53ste. Op 6 september 2017. De hoogste was 21 in juli 2004. De laagste, dat was 126ste. Dat was het. De bondscoach is Juan Antoni Pizzi. Het is een stadion. De meeste internet is van Mohamed Aldeya. Ja, van 178 wedstrijden. En het topscore is Mahat Abdullah van 71. Eerste interlaag, dat was tegen Libanon. 1-1. De grootste overwinning was tegen Oost-Timor. Hebben ze gewonnen met 10-0. De grootste nederlaag was tegen Verreb. Is dat een voetballand? Is dat een land? Dat weet ik niet. Was 11-0. En dat staat ook op tegen Casablanca en Marokko. Hebben ze ook met 13-0 verloren. 3 september 1961. Optredens voor het wereldkampioenschap. 4 keer. De eerste keer was in 1994. En beste resultaat tweede rond 1994. Dan zat hij. Nou. 4 WK's. 4 WK's op rij. Oh. WK voetbal. Nou. Daar gaan we. 1978 niet gekwalificeerd, 1982 ook niet, 1986 niet, 1990 ook niet, 1994 ook niet, 1994 wel, de 8e finale zijn ze, hebben ze bereikt in 1998, groepsfase 2002, groepsfase 2006, groepsfase en 2018 niet gekwalificeerd, 2014 ook niet gekwalificeerd, wel in 2018 zijn ze gekwalificeerd. Oh, dit was de tegenstander. Oké, okay. Hier ook, hier. Nou goed, het ziet er allemaal goed uit. De Koninkfeld, ja, dat zijn allemaal. Golfcup, Arabisch Nationals Cup. Dit zijn nodige selecties. Oh, dit is de spelers die meegaan naar het WK, of niet? Ik geloof het wel. Ah, dit is de FIFA-ranglijst. 1993, 38. Kijk, zie je, zijn 7, 4. Wat? Oké. Okay. Kijk hier. Hier gaan ze flink omlaag. Hier 80, 96, 126. En dan in één keer weer 87, 102 flink. 80, 54 en terug naar 93. Oké. Okay. Nou, het Saoedi-Arabisch hebben we gehad. Oké, met Egyptisch voetbal elftal. Nou, FIFA ranglijst 30. 5 september 2017. Hoogte was in 9e was in juli, september 2010 en december 2010. De laagste ranking, dat was 75ste. Dat was in maart 2013. Het bondscoach is Hector Cuper. Is hetzelfde land als bij hem of niet? Ja, zie je. Is hetzelfde als bij hem. Zijn hetzelfde land. Oké. Okay. Ik wist helemaal niet dat de bondscoach ook in een ander land mag zijn. Hij mag dus, ik dacht, hij moet echt een Egyptische... ook trainer van Egyptisch zijn. Maar het mag dus ook een ander land zijn. Dit is het stadion. Nou, best een goed stadion. Het de meeste is Ahmed Hassan. 184. En de topscore is
Hossam Hassan van 69 wat. Die gaf de eerste interlaag. Hebben ze tegen Italië gespeeld? Hebben ze 2-1 verloren uit Gent? Dat was op 28 augustus 1920. Wow, wow, wow. De grootste overwinnaar was de Verenigde Arabische Republiek. Hebben ze gewonnen met 5-10-0. Dat is flink. Die Egypte heeft gedaan. 1963, ja, dat is ook best lang. En de grootste nederlaag was 11-3 tegen Italië. Hé, hey, in Amsterdam. In Nederland. Was 11-3 op 10 juni 1928. Zo staat hier Nederland op. Nou. Ja, Nederland gaat niet naar het WK. De optreden van de wereldkampioen. 2 keer. De eerste keer was in 1934. Beste resultaat. Eerst rond 1934 en 1990. Oké. Okay. We gaan eens even kijken. Oh, kijk. In 1934. Eerste rond. 1 wedstrijd. 1 nederlaag. 2 doelpunten voor. 4 doelpunten tegen. Zijn dus gekwalificeerd. 1934. En dan. Teruggetrokken. 19. Geen deelname, niet gekwalificeerd. Teruggetrokken. Geen deelname, niet gekwalificeerd. Pas in 1990 weer de groepsfase. En dan weer in 2018. Is dus 28 jaar lang. Hebben ze heeft Egypte moeten wachten. Maar ze zijn er weer in Rusland. Ze mogen weer meedoen. Nou. Dat is mooi. Ja, dit is Afrika Cup. Dat is niet zo belangrijk. Ik ken het Afrika Cup helemaal niet. Ik ben alleen het WK dat aan EK weet ik. Het wereldkampioen voetbal. Dit is dus. Ze gaan dus voor de derde keer meedoen aan het WK voor Egypte. Nou. Nu gaan we toch. Hoe lang zijn we trouwens bezig? Oh, 12 minuten. Nu gaan we dus naar het Uruguay's elftal. En die doen het pas. Gaat dus weer naar het WK. Nou, bijna is La Casta. Op de FIFA-ranglijst staan ze 16e op 1 september 2017. Is dat uitgekomen? De hoogste ranking was 2e. Dat is behoorlijk goed. Was in juni 2012. Nou. De laagste rank was 76 in december 1998. Bondscoach is Oscar Tabarez. Oké. Okay. Meeste interlaag van Maxi Pereira. Met 124 interlaag. En een topscore is Luis Alberto Suarez. Is dat gewoon Luis Suarez? Ja, dat is gewoon Luis Suarez. 44. Ik moet één ding zeggen van Luis Suarez. Hij is best wel een gref. Hij was ook in 2014. Heeft hij licht te bijten. Hij heeft al 3 keer licht te bijten. Dus als dat nog een keer gebeurt. Dan mag hij waarschijnlijk niet mee. Is het einde toernooi voor hem. Volgens mij. Dat weet ik niet meer. De eerste interlaag was Uruguay tegen Argentinië. Hebben ze verloren met 3-2. De grootste overwinning was tegen Bolivia. Met 9-0 gewonnen. De grootste nederlaag was tegen Argentinië met 6-0. Dit 1972, dit 1902. En het wereldkampioenschap optreden 12 keer. Eerste keer in 1930. En de beste resultaat winnen in 1930 en 1950. Optreden Copa America, ja dat hoeven we niet te zien. Nou, kijk eens aan. Dit ziet er al behoorlijk goed uit voor Uruguay. In 1930... Oh kijk, ze zijn ook het gasland geweest. Dat, oh ja, 1930, dat was ook de allereerste WK ooit. Dus Uruguay is de allereerste keer de wereldkampioen geworden in het, ja, het voetbal. In het WK-historie, zullen we maar zeggen. Ja, zijn ze winnaar geworden. Dus, en dan 1950. Geen deelname, 1950 weer de winnaar. 1954 vierde. Is een hele goede. Present 1962, groepsfase gaat wat slechter. Kwartfinale 1970 gaat weer. Verder zijn ze vierde. 1974, groepsfase. Accept niet deelgenomen, niet gekwalificeerd. 1972, niet gekwalificeerd. 1986, achtste finale. 1990, ook de achtste finale.
1994 niet gekwalificeerd. 1998 niet gekwalificeerd. 2002 groepsfase. 2006 niet gekwalificeerd. 2010 zijn ze vierde. 2014 achtste finale en in 2018 zijn ze gekwalificeerd. Oh, wat hebben we hier? Oh, Zuid-Amerikaanse zijn best wel veel gewonnen. Doen ze best goed. Oh, kijk. Oh, 1955. Zo georganiseerd. Ze hebben best vaak georganiseerd hoor. Uruguay. Hier, twee keer achter elkaar. Oh, wacht, dat is ieder jaar 324. Dat... Oh, dat is ieder jaar. Daar. Zuid-Amerikaans kampioenschap. Oh, ik had er weer om de... Oh, hier is het weer om de vier jaar. Oké. Okay. Oh, 2023 is het in Ecuador. 2019 waar is het in Brazilië? Nou ja, dat boeit me niet zo. Thuis uit. Dat hebben we hier ook niet gedaan. Thuisshirt, uitshirt. Thuisshirt, uitshirt. En thuisshirt, uitshirt. Ik denk dat we alles goed op een rijtje hebben gezet. En dat ik jullie de vier landen heb geïnformeerd. Ze gaan allemaal goed mee. Maar ik denk dat ik het hier zo bij ga laten, jongens. Ik denk het wel. Goed, morgen de tweede van Pool B. Dus dat komt helemaal goed. Ik ga het hier zo allemaal bij laten. Kijkers, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En... tot morgen dan weer, jongens. Mazzel!